volgende spreker is de burgemeester van Ede, als ik het goed heb, en ook de voorzitter van Food Valley. Mocht ik het verkeerd zeggen, corrigeer me direct. Je hebt het helemaal goed gezegd, voorzitter van Food Valley. En welkom allemaal in Food Valley. 380.000 mensen wonen in dit gebied en die maken zich ook zorgen over wat er allemaal gebeurt. Dus die zorgen, die zijn ook hier. En 3000 jaar geleden stonden de eerste boerderijen van Nederland in Food Valley. Den Haag en Arnhem en Amsterdam stonden nog onder water. Er was geen boer. De eerste boeren van Nederland in de ijzertijd zaten hier. En zo is in de loop van de tijd, andere sprekers hebben het ook gezegd, het landschap gevormd. Boeren, dorpen, steden zelfs en natuur. En nu wordt de hele sector geraakt ook. Het gaat niet alleen om de boeren, het gaat ook om de toeleveranciers, de transporteurs, de loonwerkers. Fijn, ik heb er een heel groot aantal gesproken. Dus de economie van onze regio, dat moet ook beseft worden, wordt keihard geraakt. En daar heb je zorgen over met elkaar. Als ik hier mensen spreek, dan zegt niemand van er moet niks. We kunnen best wel wat. We kunnen best wel wat. Maar niet alles. En volgens mij ligt die oplossing ook ergens in het midden. Niet niks doen, niks alles doen. En op een goede manier. Want innovaties, het is al vaker gezegd, zijn we als Food Valley al een tijdje mee bezig. De luchtwassers, de stalvloeren, nou de producenten zitten ook hier. En naar mijn gevoel, er zal niet alles uit te halen zijn, maar er is nog veel meer uit te halen dan nu. Richt je daar eens op. Wij zullen ook als bestuur van Food Valley echt de zorg en bewaken dat die economische toekomst voor iedereen, maar zeker voor jullie, gewaarborgd blijft. Daar wil ik het bij laten. Dankjewel. Dankjewel voor de toespraak. Je noemt de woorden over Food Valley, de Gelderse Vallei. We willen ook het lot onderstrepen van de Pil en het Groene Hart. De drie kerngebieden waar de pijlen van in zijn. Wij staan voor alle drie even hard. We zijn hier nou inmiddels in de meest centrale. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Ik dank u van harte voor de toespraak.